7 bekerfinales. Simon, Heerenveen. Nu vrij om te schieten. Simon! Oh, wat een goal! Wat een schitterend doelpunt van Gerald Simon, zeg. Hij staat helemaal vrij. Dan verwacht je misschien een verwoestend schot. Maar niet bij Gerald Simon. Gerald, welkom in onze studio. Er staat een aantal vrije doelpunten bij, hè? Ja. Ja, nou ja. Ja, dat was eens. Ja, als je het terugziet, mis je het voetbal dan een beetje? Nou, nee, niet. Ja, ik mis het niet. Ik vind het wel leuk om je terug te zien. En als je voetbal kijkt, dan denk je van, oh ja. Had het wel leuk geweest als het nog zo was. Maar ja, ik weet ook dat het niet meer is. Dus dan stap ik er vrij makkelijk overheen. Ja, je staat nog wel op het veld bij de A1 als jeugdtrainer. Ja. Hoe bevalt dat? Nou, dat vind ik heel leuk. De jongens zijn allemaal heel gretig, willen het dolgraag. En heb ook wel een beetje een idee van, nou ja, ik ben bijna voetballer. Dus die hebben nog een paar stapjes nodig om in ieder geval die stap te maken. En ja, dat is super als je daar mee kan werken. En wat zijn jouw eigen ambities op het trainersgebied? Of weet je dat nog niet? Nou, vind ik wel moeilijk. Maar ik vind het hartstikke leuk wat ik nu doe. En ik ben sinds kort ook wat specifieker met de spits bezig. En dan alleen de nummer 9, zeg maar, niet de buitenspelers. En dat vind ik heel leuk. Wat betekent het om daar te spelen? Wat kun je voor je team betekenen? Nou ja, je moet natuurlijk doelpunten maken. Dus het is lekker veel afwerken. Ook leuk voor de jongens. En natuurlijk als je wat speciale aandacht krijgt. Dat is alleen maar fijn. Ja, tegen Vitesse maakt een A-junior zijn debuut. Jerry St. Juste, een verdediger in dit geval. Ja. Ja, maakt dat je ook trots als trainer? Ja, natuurlijk. Ja, je bent wel met het geheel bezig. Ik richt me niet alleen op de aanvallers. En, maar ja, dat is natuurlijk super. Dat zo'n jongen... Al mee mag doen. Een paar keer mee geweest op trainingskamp. En dat geldt voor nog 3 andere A-spelers. Daar zijn wij alleen maar trots op. En ja, voor Jerry is het geweldig. Hoe zat jij op de tribune? Heb je genoten? Ja, van de wedstrijd sowieso heb ik genoten. Ik vond het echt een mooie, een goede wedstrijd. En, ook de debuut van Tern. Super voor de allereerste wedstrijd spelen. En als je dan zo makkelijk al mee voetbalt, vind ik wel hoopvol. Het is ook wel weer leuk voor de trainer, want ja, die moet natuurlijk nu wat gaan puzzelen. Nou ja, Oet is dan geschorst. Dus ja, wat ga je dan doen? Ga je dan een team husselen zodat de Roon weer terugkomt van een schorsing? Of zeg je van, nou, ik ruil alleen mijn spits, waarschijnlijk dan Dalgaard voor Oet en de rest blijft staan. Ja, dat zijn wel dilemma's, hè? Want ja, dan zou je aanvoerder eruit moeten laten. Ik vind het wel interessant. Dat zijn zeker dilemma's. Daar komen we zo meteen op terug. Maar we gaan nu eerst nog één keer nagenieten van die overwinning op Vitesse. Baby, if you're willing to wait a bit longer. Cause every time we hang, it's getting stronger. I almost think I know more tears to fall down. I've gotta be right this time and get my feet on the ground. Gerald, je zei het net al, je hebt genoten van Simon Tern. Zijn er nog andere jongens die echt in het oog sprongen? Niets meer. Ja, van den Berg, aardig spelen. Oet in het veldspel goed. Hij maakt zijn goaltje, dus dat is ook goed. Nou, Slagveer, ik vond ze eigenlijk allemaal wel aardig spelen. Er was niet iemand die de ondergrens doorbrak. Dus ja, dit is een van de beste wedstrijden van Heerenveen die ik dit jaar gezien heb. Ja, je noemde... Af dit jaar, dit seizoen. Ja, je noemde Simon Tern expliciet als een van de betere op het middenveld ook. Ja. Ja, waarom? Nou, voetbal makkelijk, weinig balcontacten, snel oplossingen naar voren. Anderen beter laten spelen en corrigeert. En
Kan goed in zijn positie spelen. Dus dat, ja, dat is voor een team natuurlijk wel prettig. Nu viel de score ook de goede kant op. Dus dan is het ook wel wat makkelijker. Maar ja, als de score de andere kant op valt, dan zie je snel spelers die wat extra's willen doen. Of het team een handje willen helpen. En daardoor kan het wel eens een beetje uit het lood gaan. En ik denk dat dit een speler is die wel weet wat hij moet doen. Een andere speler die opviel was Sam Larsson. 3 assists. Ja. Die komt eindelijk los. Ja, nou ja, ik die heb ik dus gescout natuurlijk. Dus dat moet wel. Nee, die heb jij gescout? Ja. Ja, dat is de enige die ik gescout heb. Tot nu toe. Nee, Sam die kan fantastisch voetballen. Maar dat zie je aan alles. Als je het veld oploopt en je ziet in de warming-up doen, dan zie je, daar staat een rasvoetballer en die kan veel met een bal en dat doet hij ook. Alleen, het werd wel iets te makkelijk voor hem, vond ik. En daardoor werd hij wat slordig en dat vond ik jammer. Want anders had de uitslag nog wel veel groter kunnen worden. Ja, vrijdag FC Dordrecht, de nummer laatst op dit moment. Ja. Wat verwacht jij van dit duel? Nou ja, ik hoop dat het in ieder geval beter wordt dan het thuisduel. Dat was natuurlijk een catastrofe. We staan er natuurlijk wel weer wat anders in. En nou ja, wat ik al eerder zei... hoe gaan we daar tegen spelen? Komt Dalgaard voor Oet of gaan we het hele team omgooien zodat de Roon terugkomt? In principe mag je niet tegen Dordrecht verliezen. Zeker niet. Je bent zelf trainer, wat zou je zelf doen? Ik zou gewoon een spits wisselen. Omdat het stond goed allemaal. Vitesse is alleen gevaarlijk geweest met standaard situaties. Nou ja, daar kun je. Die zijn sterker dan Dordrecht, denk ik, daarin. Dus daar hoef je niet zo heel veel gevaar van te verwachten. En als je ze niet weggeeft, dan heb je er helemaal geen last meer van. En dan denk ik dat je gewoon voetballend de meerdere bent. En ook veel verder bent. Dordrecht was natuurlijk wel redelijk naïef in het eerste helft van het seizoen. Ik weet niet hoe ze dat nu op hebben gepakt. Ja, want wat verwacht je tegen Vitesse? Was het een open wedstrijd? Ja, nou, dat was Dordrecht thuis ook. Dat was ook een open wedstrijd. Dat was bijna 1-1 over het hele veld. En zij wilden graag spelen en ze zitten overal kort op. Dus als je daar net onderuit kan voetballen. En ik denk dat kan met de spelers die we hebben. Singraven, Larsson, Tern. Dan moet het eigenlijk geen probleem zijn.